Ik ben Suzanne. Oh, wacht even, sorry hoor. Ik ben Suzanne Visser. Ik ben ook Suzanne Visser. Ik ben Suzanne Visser. Ik ben Suzanne Visser. Er gebeurt zoveel in mijn hoofd. Ik ben Suzanne Visser. Ik ben Niek. Ik ben Jan Kooijman. En ik ben Abby. En dit is Kine Questions 3, 2, 1. Ik ga beginnen. Wat was de meest gênante / grappige scène van jullie twee om op te nemen? Ik heb hem. Ik heb als geschreven in de cabrio van Jan. Ik heb geschreven bovenop elkaar in de oldtimer. En ik heb ons getekend. Kijk, jij ligt hier plat en ik lig er bovenop. Ik met mijn zie handen het. Helemaal. Ik herken je. Ja hoor, typisch ja. Jij. Vrij duidelijk. Nee, fuck you man. Is het echt favoriet zijn? Ik mag er niet dit gedetailleerd op ingaan. Het heeft iets met piemels te maken. En deze allemaal kaarten verkocht. Ik wil de piemel van Niek zien. Oké, wie is de man crush van Niek? Oké. 3, 2, 1. Ja! Yes! Jebbo man. Door zijn innerlijk toch? Hij heeft ook een goed lichaam hoor. Hij heeft ook een goed lichaam, zeker. Het is zo'n leuke man. En het is echt een man crush voor mij. Een one night stand in een Cubaanse oldtimer. Of midden op het strand, waar iedereen je ziet. Midden op het strand, waar iedereen mij kan zien en in al mijn holtes kan koekeloeren. Oh, maar Jan is te erg. Ik vind allebei niet heel aantrekkelijk klinken, maar je moest kiezen, dus dan toch maar in de cabrio, want ik ben helemaal niet exhibitionistisch. Nee, dat had mijn antwoord kunnen zijn, maar ik ben iets korter van stof. Wat is Abby's beste verleidingstruc? Licht toe. Die heb ik niet. Wat? Nou ja, exact die. Maar als Abby een paar slokken op heeft, dan gaat hij ook dus naar de vrij pikante zone. En dan kunnen mannen wel een soort van wow gevoel krijgen. Ja.